Hallo jongens en meisjes, daar zijn we weer. Welk boekje gaan we dit keer doen? Welk is dat? Boomba Bing. De Leeuwenkoning. Nou, dan gaan we maar beginnen. Ja. Ergens, ver weg in Afrika, leefde Mufasa. Hij was koning van alle leeuwen. Op een dag werd zijn zoon Simba geboren. Later zou die koning worden. Maar Scar, Mufasa's broer, was jaloers. Als hij Simba doodde, werd hij Mufasa's opvolger. Daarom lokte hij Simba en zijn vriendinnetje Nala naar het olifantenkerkhof. Daar liet hij de hyena's op hen los. Gelukkig kwam Mufasa zijn zoon te hulp. Hij verjaagde de hyena's. Maar hij verloor zijn evenwicht en stortte dood neer in een ravijn. Simba zette het op een lopen, de jungle in. Jaren gingen voorbij en Simba groeide op tot een sterke leeuw. Op een dag kwam er een mooi leeuwinnetje op bezoek. Het was Nala. Samen keerden ze terug naar de vlakte. Simba verjoeg Scar. Zo werd hij toch nog koning. En Nala werd koningin. En toen was hij uit. Nou, wat voel je ervan? Wat lief. Het schattige dingetje daar. Och ja, wat is dat dan voor een dingetje? Nou, een babyleeuwtje. Aha. Nou, wat vond je van het boek? Leuk, maar ik wil wat iets laten zien. In het boek? Nee, maar het is een goede verrassing. Doe jullie maar de ogen dicht en dan... En dan ga ik wat iets laten zien wat jullie niet kunnen zien. Nou, wij doen de ogen dicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Nou, daar komt ie. Heb je het? Ja. Ik heb het. Maar... Dan tel ik tot 3 en dan ga ik het laten zien. Nou, doe je best. 1, 2, 3. Zo. En wat is dat dan? Nou, het is een baby olifant. En... Ik heb er nog een verrassing. Dan doen we die een andere keer. Dag jongens en meisjes. Dag, nog een dikke kus. Mwah.